Goedemorgen! Amai, je ziet het wel aan mijn ogen. De zon is hier fel aan het schijnen hier in Frankrijk, in het zuiden van Frankrijk. We zijn hier op vakantie, we hebben heel wat dagen, we hebben al een beetje overal gezeten eigenlijk. En nu zijn we klaar om een beetje de boel hier te gaan verkennen. We hebben gisteren dat ook gedaan, zo wat plekjes bezocht. En dat gaan we vandaag opnieuw doen. We gaan buiten stappen, we rijden en tot wanneer we een leuk dorpje tegenkomen, even stoppen en het daar gaan ontdekken. Let's go! Zie je er goed uit? Dankjewel. Een badpak aan. Ja, een badpak met dan daarop een shortje. Ah. Ja. Ik dacht eens een keer iets helemaal anders. De nieuwste mode allemaal, hè? Ja. Nou ja, maar we zitten hier ook natuurlijk in een modeland, hè? Dus Frankrijk is een modeland, ja. Hè? Hopla, de poort gaat vanzelf open. Ja. Een eigen huis. Een plek onder de zon. En weer terug dicht. Voilà. Oei. Heb ik iets misgedrukt? Ah ja. Nu gaat ze dicht. Daar een beetje bang. Kijk eens hier hoe een mooie afdaling wij aan het doen zijn. Maar we zitten nu eigenlijk al redelijk in een dal. Hè? We hebben al wat afgedaald hoor. Maar echt. Ik denk dat we straks weer omhoog gaan. En van die smalle wegjes. En moet je weten dat je hier eigenlijk met de twee auto's zou mogen rijden. Ja. Moet ik er kijken, dat kan bijna toch niet. Ik kan altijd tegenliggen steken. Dat kan toch bijna niet. Ik heb jezelf nog ingehaald. Hè? Allee! Oh my god, dat is hier kei smalle baantjes. Ja. Kan dat niet? Oké. Ja, dat is normaal. Hier, kijk een keer hier rechts. Hier, wauw. Mooi, hè? Mooi. Vind je het eng? Ja, toch wel. Ik vind vooral de heel daar diep afgeronden en heel smalle wegjes. Ik vind dat maar niks, jij. Nee. Dat is een beetje onpasselijk. Nee, het valt nog niet. Oh, een beetje sneller. Nee. Na veel klimmen en dalen zijn we aangekomen. Klein dorpje. En hier zouden we iets moeten vinden. Ja, ik was eigenlijk aan het proberen te lezen wat er op het bord staat, maar er staat niet meer veel. Ik denk niet echt dat je daar iets gaat kunnen uitmaken. Nee. Maar ik vermoed dat dit een oude site is. Ja. Ik met daar nog een oud poortje van het een of het ander. Hier nog een paar oude stenen van huisjes die er ooit stonden waarschijnlijk. Och, ja. Maar we zijn gestopt voor een geocache, hè? Ja. Die we nu even gaan zoeken. Hier zou de geocache ergens verstopt moeten liggen. Oké. Okay. Hier heb je wel heel wat mogelijkheden om een geocache te verstoppen, hè? In een boom, in de waterput. Het zou hier liggen. Nee, ik zie niet. Er staat letterlijk en figuurlijk de boom in. Vind je hem? Ik denk dat hij ergens in de muur is. Ja. Goed gedaan. Ta-ra-ta-ta-ta. Goed gedaan. We hebben de geocache gevonden op een druk kruispunt hier in Frankrijk. Bijzonder eigenlijk, hè? Bijzonder, maar wel mooi, hè? Ja. Die bergen daar. Ah, mooi. We zitten op een goede route te rijden. We zitten op route Jean Corona. Goede route noem je dat? Nee. We zitten op de verkeerde route. We moeten terug. We moeten terug. Ik zeg dat we op een kutroute zitten. Ja. Echt waar. Hoe grappig dat Jean Corona. Ja. Vandaag niet. Ja. Ja. Ben je wel heel actueel natuurlijk, hè? Ja. Mensen gaan in één keer eigenlijk de route heel vaak opzoeken. Ja. Toevallig, ofwel toevallig eigenlijk vinden als ze opzoeken corona in Frankrijk. Ja. Ja. De route Jean Corona. Ja. Het is nogthans wel een hele mooie route. Als je zo rondkijkt, is heel veel groen. Het is vooral een hele lange route waar er maar precies geen einde aan komt. En dat is te betreuren. Hè. Het mag wel eigenlijk een keertje gedaan zijn. Hè? Ja, ik vind het ook. Het is ook een heel pijnlijke weg. Ja. Er zitten heel veel bulten en heel veel botsen, heel veel bochten ook. In 200 meters, at the roundabout, take the first exit. Maar toch genieten we nog wel van het mooie landschap hier. Onderweg kwamen we deze fontein tegen met dit restaurantje in de achtergrond en we dachten, oh ja, eigenlijk hebben we toch honger, dus we komen eventjes naar hier. En nu zitten we hier met de bordjes voor ons, hè. Klaar om aan te vallen.
Smakelijk, hè? Smakelijk. Wauw, zeg, wat een kunstwerkje op mijn bord. Het doet me trouwens denken, ik heb een tijdje geleden voor jou zo een wortelpuree gemaakt. Proeft dat daar ook naar? Het is lekkerder. Lekkerder? De mijne of de deze? Die van jou natuurlijk. En wat nu? Nu zitten we ergens anders. Ja. Zeg, we moeten reizen aan de brandplossing in één keer te regenen. Ja, ik kan het niet goed zien op film, hè, maar het is hard aan het regenen. Het kan soms omslaan, hè. Ja. Ook hier in het zuiden van Frankrijk. En dan nu de dessert. Ja. Je hebt chocolade. Chocolade praline vingers. En ik heb ook zoiets, chocolade en dan nog een soufflé, noemen ze dat. Zoiets. Een flan? Nee? Nee. Mm-hmm. De zon is ervan gaan schijnen van dat lekkere dessertje. Kijk eens. We zijn nu aangekomen bij Agay. Of Agay. Zo dat je het zegt. Ja, Agay. Ja, echt zo geschreven. Een mooie baai. Waar heel wat bootjes liggen. Heel wat strandgangers. En langs de andere kant zie je mooie bergen. Ja, het is een perfect plaatje, hè. Prachtig en mooi. Net zoals jij. Oh, dankjewel. Kijk, die zonnetje gaat er zelf van schijnen. En van Agay gaan we nu ook nog naar Saint-Raphaël. Momenteel loop ik hier nog in een ondergrondse parking. Maar ik verwacht als ik hier dadelijk hier naar boven kom, dat ik dan wel een heel erg mooi stadcentrum ga zien. Zonnig is het er in ieder geval wel, dat zie ik nu al. Mooie straat. Zoveel vlinders hier zijn. Ja. Wat een mooie haven. Ja. En daar een mooie basiliek. Hey, wat mooi. Kijk eens hier, hoe mooi. Wauw. Hier heb je ook nog een mooie basiliek. Die ook nog, dat is dezelfde als daarnet, hè? Ah ja. Hier is ze van dichtbij. Het was leuk om hier in Saint-Raphaël rond te kuieren. Ja. Maar het is hier ook wel heel erg druk aan het worden. Ja, het wordt natuurlijk tijd om te avondeten. Hè. Dan komt iedereen maar naar iedereen hier. Een beetje ja. Buiten. Ja. Ik denk dat wij stilletjes aan terug gaan naar onze villa. En dat wij nog gaan genieten van onze avond. Denk het ook. En dat we morgen er weer zijn, dat is een zekerheid. Met een nieuwe vlog. Ciao. Ciao. Ciao, nee. Au revoir. Bedankt om te kijken naar deze video. En als je meer wilt zien, dan klik je maar op een van deze knopjes.